Een bewoner van de Stavenissestraat in Rotterdam-Pendrecht wil zijn woning binnengaan wanneer hij wordt bedreigd door twee mannen. De twee hebben ongetwijfeld niets goeds in zin, maar moeten hun plan laten varen door onvoorziene omstandigheden. We gaan in deze zaak terug naar 6 maart 2021. Die dag krijgt een bewoner van de Stavenissestraat de schrik van zijn leven. Toen hij zijn voordeur probeerde te openen, werd hij belaagd van achteren door een man die een voorwerp in zijn hand had wat leek op een vuurwapen. Die man die duwde de bewoner tegen de muur aan en tegelijkertijd kwam een andere man aan die ook een voorwerp in zijn hand had wat leek op een vuurwapen. Ze probeerden zijn woning binnen te dringen, maar gelukkig kon de bewoner ontsnappen en kon alarm slaan. Op deze camera is ook geluid opgenomen. En dit is de auto van de woningovervallers. Na 6 maart is er natuurlijk een onderzoek gestart om deze twee verdachten zo snel mogelijk aan te houden. Op een later moment in het onderzoek zijn er nieuwe beelden beschikbaar gekomen. Dus daarom, dat is de reden waarom we nu aandacht besteden aan deze zaak in Bureau Rijnmond. En dit zijn die beelden van 4 maart, 2 dagen voor de woningoverval. Een bezorger staat 's ochtends voor de deur en deze twee mannen houden hem in de gaten. Het heeft natuurlijk enorm veel impact gemaakt op de bewoner. Dus daarom willen we nog steeds graag weten wie de twee verdachten zijn die verantwoordelijk hiervoor zijn geweest. Bel 0800 6070 of met meldmisdaad anoniem 0800 7000.